Ik ben Hans de Woudelammer, ik ben het jurylid van de In Holland Topsportprijs. Die ga ik vandaag uitreiken, maar dat wordt een overval op het Thorbecke Lyceum. Een speciale school waarin veel topsporters hun onderwijs volgen en ook tegelijkertijd hun sportcarrière kunnen doen. En In Holland doet dat eigenlijk ook heel erg goed. Zij begeleiden topsporters in hun studie, ze krijgen daar faciliteiten voor. En ja, dan kan er maar één de beste zijn en die ga ik nu overvallen in het lokaal. Gaan we zo meteen even opzoeken waar het lokaal is. En ik denk dat het een enorme verrassing is dat zij, die hier stage loopt in het kader van haar PABO-opleiding, dat ze ineens die prijs wint. Dus we gaan naar binnen. We gaan naar binnen. Goedemorgen. Jongens en meisjes. Leuk dat jullie er zijn. Ik ben een beetje geschrokken. Nou, ja, dat had ik niet verwacht. Nee, dat was ook de bedoeling. Ja, jongens en meisjes. Jullie kennen natuurlijk Kim. Ja. Kim is een beetje een bekende Nederlander. Dat weten jullie ook. En zij was en is student aan de In Holland Hogeschool. En zij is natuurlijk ook een geweldige topsporter. Ja. Europees kampioen. Dat weten jullie. Wij feliciteren je namens de jury van harte. En ik bied jou deze cheque aan. 1000 euro. Nee, ik had het totaal niet verwacht, maar ik heel erg bedankt. In Holland bedankt, PABO bedankt en ja, de jury ook bedankt. Ja. Juf Kim, gefeliciteerd met die prijs. Gefeliciteerd mevrouw. 1000 euro, doe er wat leuks mee mevrouw Kim. Toppie. Ik hoop dat u het geld goed besteedt. Eigenlijk moet u gewoon door 30 delen. Maar gefeliciteerd mevrouw. Juf Kim, gefeliciteerd met die prijs. Zit erop. Nou, Kim was ongelooflijk verrast door haar prijs. Ik feliciteer In Holland met de uitreiking van deze prijs. Ik denk dat jullie heel trots mogen zijn op deze winnares. Een hogeschool die in staat is om een topsportcarrière te combineren met een onderwijscarrière. Proficiat daarmee. En volgend jaar ben ik weer van de partij. Tot dan.